We hebben een corner voor Sparta. Dat was een aardige kans hoor voor Rick Knoop. Die voorzet was goed van Frederik. Die Dave Knikker oud Sparta doldraaide. Deze corner is overigens niet goed. Wisselen, zegt hij. Hij maakt het gebaar wisselen naar zijn trainer. Lionel Frederik. Nou, we zijn 5 minuten onderweg. Hoe dat zo? Misschien staat hij in de grond of zo. Last van zijn onderrug, zo lijkt het. Nou, dat is wissel 1. Stefan Frederik, ze gaat in de ploeg komen. Ja, Frederik gaat eraf. Die heeft 1 goede actie gemaakt. Daar was Dave Knikker niet blij mee. Dat was aan de linkerkant van het veld. Daar kwam die voorzet uit. En bij de eerste paal dook ineens onze grote vriend Rick Knoop op. Een van de weinige Nijkerkers vandaag bij de 22 artiesten. En hij kopte hem voorlangs. Een metertje of 2 voor het doel langs van Patrick ter Mate. Sparta dat begon met de aftrap. En daarna heel erg rustig de bal heen en weer schoof. Zoals ze dat nu ook doen. Na 5 minuten voetballen. En wij hadden toch gehoopt op een spannender begin. Nu een kort balletje op Lionel Frederik. Geeft hem in de 1-2 mee. En dan komt hij in de kluts bij Bilal Amasagujo. Kapt hem. En dan moet nu de voorzet komen. Die komt er bij de penaltystip uitgekopt. Opgevangen door Klaas de Graaf die hem wegschiet. Voordat Van der Walden wat mee kan. Mooi paasje Frederik te voet in de 16. Draaien, schieten was de bedoeling. Dat lukt niet. We krijgen weer een corner voor Sparta. Offensiefje voor de Spartanen vandaag in de eerste 5 minuten. Arno? Oh ja, ik telde hem al. Ik riep al doelpunt. Het had een 1-0 voor Sparta moeten zijn. Wat deed de voet dat goed zeggen. Een steekpaasje van Crux. De verdediger die ouderwets mee op was. En hem de 16 meter instak. Daar dacht iedereen te voet zal wel schieten. Maar die legde hem op rand 5 meter terug. En daar was Lionel Frederik die hem had binnen moeten tikken. Maar dat deed hij te nonchalant. Lionel Frederik, waardoor de keeper er nog aan kan komen. Patrick ter Mate, geweldige redding van de keeper. Dat moet gezegd, want deze bal moet er gewoon in. Dan mag de keeper helemaal zijn handjes niet tegen kunnen krijgen. En dus had Sparta voorsprong moeten komen nadat notabene Spartaan NEC zojuist bijna op voorsprong zette. Rijnvis kwam uit zijn doel. Dacht dat de bal voor Bilal Amasagujo was. Bilal Amasagujo dacht dat hij voor Rijnvis was. En op het allerlaatste moment dacht Rijnvis terwijl Knoop er vandoor is. Vlag omhoog voor buitenspel. Ja, ze dachten allebei dat de ander de bal wel zou pakken. En op het allerlaatste moment besloot Bilal Amasagujo de bal toch nog met het hoofd te verlengen tot Rijnvis. Die dat dan weer niet verwachtte. Maar gelukkig kon hij zijn arm nog net uitsteken en de bal tegenhouden voordat hij in het eigen doel van de Nijkerkers verdween. Bilal Amasagujo die nu ook het kopduel wint. Datzelfde doet Donny van der Wal. Frederiksen verliest hem. Van der Wal vangt op. We zijn halverwege de helft van NSC en we krijgen een inworp voor Sparta Nijkerk. Dat was bij de trap van der Wal weer hoog over het doel verdwijnde, wilde ik zeggen. Maar er zit nog een handje bij van ter Mate omdat die bal op het laatste moment als een baksteen naar beneden valt. En die keeper denkt, laat ik maar geen risico nemen. Want anders ben ik straks die keeper die dacht, die gaat over. En valt hij zomaar achter me in het netje. Dus duwt hij hem over de achterlijn, krijgt hem een corner. En daar komt Ruud Jong aangelopen. Dat is de linksback die dus helemaal aan de rechtsbuitenpositie de corner moet gaan trappen. Omdat hij graag een indraaiende indraaiende corner wil nemen. Nou, dat gaat dus gebeuren via Ruud Jong. Kijken of deze trap aankomt. 2 handen omhoog. Iets van tweede paal betekent dat. Nou, daar komt die keeper. Goed gedaan ter Mate. Bokst de bal weg bij de tweede paal te voet. Moet erachteraan, moet tempo maken. Met in zijn rug en een overtreding bij te voet. Die woest is of scheidsrechter Bijl. En dan moet hij niet te boos worden, want zo'n scheidsrechter kan je daar ook weer een gele kaart voor geven. Het zou niet de eerste keer zijn dat hij daar een schorsing voor krijgt. Lange bal, Rijnvis, uitgekopt, door NSC opgevangen, door Crux. 1-2'tje, Crux rechts buiten nu ineens. Zo zie je veel positiewisselingen bij de Nijkerkers. Bal even terug, Bilal Amasagujo breekt hem tot de penaltystip. Te voet, legt klaar met de kop, Knoop! Oh, met links. Jammer, jammer, jammer. Wali springt op met de handen in het haar. Als een kansje, geen grote, maar goed gedaan door te voet die bal terugkopt. En dan schiet Knopen met zijn chocoladebeen toch wel ruim naast. Tuurlijk. Vrije trap, Sparta! Bal voor langs de kop door Rick Knoop. Jongen, goede vrije trap van Bilal. Ja, Sparta is wel een paar keer heel dichtbij die openingstreffer geweest hoor. Ik wilde eigenlijk openen met Arno, maar toen dacht ik, voordat jullie muziek gaan draaien, schreeuw ik nog even in de microfoon, niet doen. En toen kopte bijna Rick Knoop die bal erin. Zijn tweede mogelijkheid voor Knoop, 1 keer met links vanaf een meter of 14 de bal ruim naast het doel geschoten van Patrick ter Mate. En nu kopt hij hem net voorlangs, dat is ook niet voor het eerst vandaag. NEC deed dat ook al een keer met een kopbal. En Sparta nu voor de tweede keer nadat de voert vlak hiervoor na een prachtige Sparta aanval de bal net over het doel kopte van Patrick ter Mate. Er was Ruud Jong die mee opkwam, de bal meekreeg van Davids. De voorzet was niet veel op aan te merken. Misschien dat hij een metertje achter te voet was. En daardoor kon te voet de bal niet drukken. Nu van der Wal met een afzwaaier. Ja, dat is jammer. Hij probeert het vanaf 20 meter. Bal ligt lekker, maar het lichaam net te ver naar achteren. Maar we kunnen zo langzamerhand toch wel concluderen dat als er een ploeg verdiend had om op voorsprong te staan, dat Sparta was, Arno. Al mag een ingooien.
aan de rechterkant van het veld richting Frank van Voet. Krijgt hem weer terug van Frank de Voet, schuift hem weer terug. Gaat er helemaal terug naar de keeper, denk ik, want hij wordt gehinderd door Klaas de Graaf. En dan maakt Klaas de Graaf geen overtreding volgens hij, zegt er Bijl. Nou, Klaas de Graaf, oh, wat doe je nou? Waarom loop je niet gewoon door op het doelman? Dat was de grote kans voor NSC. Klaas de Graaf, oh. Hij had gewoon vrije baan om door te lopen. Wilde hij op zo'n stiftje een panenkaatje, zou maar zeggen, op doel. Maar hij trapt volledig het kunstgras in. En dat was een domme actie eigenlijk. Maar wat een kans. Dat was de eerste grote kans van NEC. Volgens Mark was het geen overtreding op Bilal. Die eigenlijk een beetje te nonchalant was. En Schuijs de Bijl vond het ook. Maar dat was de grootste kans van NEC om in ieder geval op 0-1 te komen met Ebbenhorst. En zo... Heerlijke wedstrijd kijken we naar. Met veel mogelijkheden voor beide verenigingen. Ik heb het al een paar keer gezegd. We hoopten vooraf dat het niet een hele saaie, slechte wedstrijd zou worden met alleen maar vechtvoetbal. Dat valt allemaal reuze mee. Het is gewoon heel erg leuk. Maar er is nog niet gescoord. Misschien nu. De vrije trap van Bilal is niks mis mee. Ter Voet kop door. Maar dan gaat hij toch wel ruim naast het doel van Patrick ter Mate. 4 minuutjes nog tot aan de T. En de keeper die rustig de bal gaat halen. En dan kunnen wij even analyseren wat wij in de eerste 40 minuten hebben gezien. Een openingsfase waarin Sparta de betere ploeg was. En die openingsfase duurde tot, nou wat zal ik zeggen, minuut 27 denk ik. Toen Te Voet overkopte. Ja, en verder daarna moet ik zeggen dat NEC de gevaarlijkere ploeg is met die kans voor, wat zeiden we nou, de Graaf als hoogtepunt. De Voet staat buiten spel, denk ik. Ja, en dan wordt hij ook afgevlagd. En dan is de Voet nog verontwaardigd ook dat de vlag omhoog gaat. Maar iedereen, vriend en vijand, zag dat hij 1 meter of 3 buiten spel stond. Dus dit protest, dat is niet gegrond. Vrije trap voor NEC derhalve. 3 minuten nog. En dan gaan we een bakje koffie drinken. Op de keeper via Frederik. 1-0. Nee, hij gaat naast. Via de voet van Dave Knikker. Wat een kans voor Sparta. De tekorte terugspeelbal van Beukers. Die hem zo, nee, was Bartels. Die hem zo in de voeten van Te Voet speelt. En die kan dan alleen op de keeper af. Je wil naar een andere wedstrijd. Ik weet het. Doe het snel. 12 minuten hebben we gespeeld in die tweede helft. En de eerste 10 minuten wordt Sparta compleet overlopen door NEC. Met een offensief waar je u tegen zegt. Een aantal hachelijke momenten voor het doel van Rijnvis. We zeiden voor rust al, die 2-3 lange mensen bij NEC zijn bij voorzetten gevaarlijk. En Sparta krijgt toch te veel vrije trappen en corners tegen in deze fase. En dan zie je dat gebrek aan lengte bij de Nijkerkers. Dan valt die bal gelukkig voor Sparta een paar keer net goed. En ontsnapt Sparta in de openingsfase van de tweede helft aan een achterstand. En vlak daarna dan uit het niets die terugspeelbal die te kort is. Waar Muller geblesseerd is geraakt. Ja, kreeg een schop van Rosema. En dan gaan we duwen. Moeten we ook niet doen, want er is helemaal de wedstrijd niet naar. Maar Sparta is na rust helemaal de kluts kwijt. En wordt compleet overlopen door NEC. Maar heeft wel de allerbeste kans. En het is jammer dat Te Voet niet zo heel snel is. Want hij had eigenlijk gewoon door kunnen lopen. Maar de afstand naar het doel van Patrick ter Mate was te groot. Hij moest 1 meter of 30 overbruggen. En er waren wat NEC'ers die hem links en rechts inhaalden. Dus toen maar de bal afgeven op Frederik. En die had wat pech in de afronding. Goed verdedigd zou je ook kunnen zeggen door Dave Knikker. Die met een sliding de bal van richting veranderde. Terwijl de scheidsrechter een mooi hoogstandje doet. Die doet er een trucje en wipt de bal heel knap omhoog. Maar dat was een goede verdedigende actie van de oud-Spartaan. Dus Dave Knikker die hier in de jeugd speelde. En in de A1 het gevoel kreeg dat er voor hem niets te halen viel bij het eerste. Hij zou in het tweede terechtkomen van Sparta. En dacht toen, weet je wat ik ga doen? Ik ga lekker bij de buren kijken of ik daar wel een kans krijg. Nou, die heeft hij te pakken hoor. Want hij staat al 2 jaar meer wel in de basis dan niet. Hij pakt alleen wel wat veel gele kaarten. Dat heeft hem vorig seizoen ook een wedstrijd of 4 gekost aan schorsingen. En ook nu zijn eerste schorsing alweer en dat pas na 8 wedstrijden. Muller is overeind gekrabbeld. De scheidsrechter gaat een stuiterbal geven. En dan hoop ik dat dit rustpunt er ook voor gaat zorgen dat Sparta weer wat op adem komt. Want jongen, wat komen er die slechte kleedkamer uit? Of wat komt NEC goed de kleedkamer uit? Laat ik het zomaar zeggen. Want zij dwingen Sparta achteruit. Nu gaat Sparta druk zetten vooruit. Dat zien we graag in Nijkerk. Knoop de aanjager die goed speelt bij Sparta en dit goed doet. De Nijkerker die dit seizoen zeker niet altijd gegarandeerd een basisplaats heeft. En nu dus vandaag er wel in staat. Als de tweede bal wordt opgevangen door NEC. En aan de rechterkant is het Reina. 1-1 met Ruud Jong. Die schiet tegen Jong op. Dan mag hij het nog een keer proberen. De voorzet bij de tweede paal. Dan gaat hij erin. Nee! Recht in de handen van Rijnvis. Weer een goede kopkans. En dan weer, wat ik al in de eerste helft zei, weer zo'n schot. Westhals tegen Putten. Klaas de Graaf gooit de bal in. Zoekt natuurlijk langer richting de 5 meter gebied. Bartels staat bij de eerste paal. Gaat de bal verlengen, denk ik. Nee, wordt goed verdedigd door, denk Mauro Peters. Of
Maar dat gaat geluk. Bij de winden krijgt de bal via een klutsje. En in klutsen een 16 meter krijgt NSC een vrije trap. Op de randje van de 16 meter naar pootje haken volgens mij in een duel tussen Ruud de Jong en Tim Crux. Nadat de Winter een klutsballetje via een gelukje bij hem krijgt. En dan kan NSC een vrije trap gaan nemen op een mooie plek. Aan de rechterkant van het veld van de 16 meter ongeveer. En eigenlijk voor een linkspoot kun je bijna in een... kun je het met twee kanten schieten, een korte hoek in een verre hoek. Met tussen Bartels of Sturing staan bij de bal, maar ik denk dat er weer Sturing gaat worden. Die deze vrije trap gaat schieten, schiet hij hem wel raak. Dus dat, dit seizoen de tweede wezen vrije trap wezen die raak zou schieten. Mooie afstand, Kevin Rijvin zet zijn muur neer. En scheidsrebel die zegt, de muur staat op afstand. Wacht op een fluitje, en Sturing gaat in ieder geval de bal nemen met zijn linkerpoot indraaien. Je hebt twee hoeken. De korte hoek is voor de muur en de lange hoek is voor de keeper. Sturing, wat gaat hij doen? De kans voor NEC op de 0-1. De klok staat op 63 minuten. Nee, het is Bartels. Nee, het is toch Sturing die schiet. En een goal! Desmond Sturing schiet NEC in de 64ste minuut op een 0-1 voorsprong. Na een goede openingsfase waar NEC eigenlijk had al moeten scoren, schiet NEC in de 64ste minuut. Na een beetje gelukkige vrije trap, maar wel pootje haken, randje 16 meter, schiet hij hem wel in de lange hoek, waar uit de hoek van Kevin Rijven is. Schiet hij naar een eerste instantie Bartels over de bal schiet. Schiet Sturing zijn tweede vrije trap raakt van de zoen. Snoei achter Kevin Rijnvis. En de keeper kan er niks aan doen. Onhoudbaar. NEC leidt na 64 minuten met 0 tegen 1. Daniel Armendo Rivas loopt warm. Ook oud Sparta, de Spanjaard. Die vier seizoenen geleden hier kwam aanwaaien. En inmiddels bij bouwlogistiek werkt als chauffeur. En dus bij NEC speelt. Zijn mooiste moment was denk ik vorig jaar tegen Dovo. Toen hij in de 94ste minuut de 3-2 erin schoot. En dan kom ik gelijk bij Benny uit. Dat is een man die ik wel mis vandaag hoor. Een ras NSC'er die vorig jaar kwam te overlijden. Het is jammer dat hij niet kan zien hoe zijn clubpie voorstaat tegen Sparta. Overstapje Bartels. Crux op de goede plek. Nu tempo maken Sparta met Ruud Jong. Het vertrouwen is al zo broos bij Sparta. Kunnen ze de rug rechten? Niet met zulk soort paasjes. Beukers zit er goed tussen. NSC speelt gewoon in die tweede helft een klasse beter dan de Spartanen. Deze bal is te lang. Maar als Sparta op deze voet doorgaat, of laat ik zeggen... Als NEC op deze voet doorgaat, dan zie ik geen enkele reden waarom NEC hier niet kan winnen. Mooi paasje nu, naar de voet, vlag laag, de voet! Oh, wat een goede redding van die keeper zeg! Hij schiet hem hard, ja wel rechtdoor en die keeper, die is goed hoor. Patrick ten Mate, wat een goede redding weer van die keeper, zit ik net te vertellen. NEC hoeft niet te verliezen, ik heb Sparta een reuze kans. Mooie paas van Bilal. En die zet Frank de Voet alleen voor de keeper. Randje buitenspel. Vlag blijft laag en dan schiet de Voet hard. En zo'n bal gaat er van de 10 keer 9 keer in. Maar vandaag even niet. Want er staat iemand op doel. En die heet Patrick ten Mate. Wat een goede keeper is dat vandaag bij NSC. En die jongen die groeit met de minuten. Hij begon de wedstrijd als een man van 1,80 meter. Maar hij lijkt wel 2,46 meter inmiddels. Zoveel vertrouwen. Deze bal bokst hij niet goed weg. En dan gaat hij erin. Nee, op de lijn. Maar er is geduwd bij die keeper. Daar komt hij dan goed weg. Want dat was een foutje. Tjonge. Lekkere wedstrijd. Nog maar 23 minuten. Dus we hebben al drie kwart gehad. Ah, nou. En zitten we te kijken naar een wedstrijd die kwartier voor tijd alweer is. 0-1 de tussenstand voor wie net inschakelt. Ja, de meeste NEC'ers zullen niet luisteren, want die staan volgens mij allemaal hier op de tribune. Dat is een leuk hoekje daar aan de overkant, die het prima naar hun zin hebben sinds die openingstreffer. En Sparta, ja, dat worstelt met zichzelf. Maar komen ze ook boven, want dat is toch het spreekwoord. Worstel en kom boven, maar ja, je vraagt je af wanneer dan. Tijd begint te dringen, Knoop speelt wel aardig. 1-2 opgezet met de voet geeft mee nu aan de rechterkant. Frederiksen, Knoop achter, standbeen langs. Ja, goed gepakt weer door die keeper ten Mate. Er zit te weinig vaart achter, maar het idee is goed. Mooie aanval van Sparta, goede lage voorzet van Frederiksen. En zo ben ik wel heel negatief, maar Sparta krijgt echt wel mogelijkheden. Ook sinds de treffer van NEC. Het is nu de te lange bal van NEC. Want Sparta had natuurlijk al een keer of vijf kunnen scoren vandaag. Laten we dat... We hebben nog een minuutje of vier blessuretijd te gaan, denk ik. En dan gaat het NEC-feest losbarsten aan de overkant van het veld. Want daar staan de meeste NEC'ers verzameld. Ook hier tussen de Spartanen wel een aantal NEC'ers hoor. Want het is niet zo dat de supporters elkaar de tent uitvechten. Dat is gelukkig al jarenlang niet meer zo. En dus is de sfeer gemoedelijk. En hebben we eigenlijk best wel een leuke wedstrijd gezien. Alleen te weinig doelpunten met maar eentje. Misschien komt er nog één. Het zou kunnen. De Ridder stuurt de invaller van oorsprong. Die lijkt niet snel, maar is het wel. Die krijgt de bal niet onder controle. Corner. Ja, corner voor NEC. En dat levert zeker 30 seconden op. En als ze het slim doen, levert het zelfs een minuut op voor NEC.
van oorsprong korte corner nemen. Pielen bij die cornervlag. Die mensen die daar in die luchtballon zitten, die hebben een topplek. Hebben ze het zo bedacht, vraag je je bijna af daar aan de overkant. Laten we eens kijken om 4:15. Gaan we over die wedstrijd vliegen waar Sparta het opneemt tegen NEC bij die derby. We zitten met 10 man in die luchtballon en we laten hem daar een beetje hangen en hebben een topplek. Wat een prachtig gezicht. En behalve het gezicht dan bij de, het scorebord waar de bal verlengd wordt door Crux. Loodrecht omhoog. En dan moet Van Kammen verlengen. Dat lukt. Kopt hem op de penaltystip van zijn eigen 16 meter. Crux verdedigt uit. Te voet. Verliest het duel van Sturing. Kan hij in tweede instantie de bal controleren? Dat kan hij. Rinke Rosema is lastig. Te voet sterk. Van Kammen naar voren. Schiet hem tegen te voet op. Ja, dat is de vorm van Sparta. Dani. Nee, Dani niet. Wil het met een dribbel oplossen. En dan komt hij bij Rijvis. Nog één keer lang. Muller verlengt. Muller krijgt de bal op zijn rug. Hij komt bij te voet. Muller is nog een keer op zijn rug. Te voet. Muller. Bal moet bij een Spartaan komen. Nee, oh, boom! Zegt van oorsprong, bal weg, blessurebehandeling nog. Krijgen we dat dan ook nog? Sparta wil helemaal geen blessurebehandeling. Sparta wil zo snel mogelijk nog een kans krijgen. Sturing ligt op de grond, de match winnen. Maar komt er nog een kans voor Sparta? Jij hoopt natuurlijk van niet, Arno. Ja, ik hoop van niet, maar ik denk de scheidsrechter de Bel, dat op zich de tweede helft floot hij wel beter. Floot weinig. Goeie, wat sommige overtredingen hadden misschien wel of geen geel moeten geven. Waarom ben ik het dubieus? Maar ja, het was geen slechte scheidsrechter vandaag die echt de derby beïnvloedde. Sparta neemt in ieder geval over. Bagelaar, hij pompt de bal er nog in. Nee toch? Komt die bal in. Wordt goed verdedigd door Klaas de Graaf in de 16 meter. Rijnwis ook uit zijn doel. Klaas de Graaf voorop in de strijd. En het is Bilal heeft de bal. Hij wil Klaas de Graaf nog bijbezitten. Klaas de Graaf krijgt goed de voet tegen. Mag Sparta nog wel ingooien. Dat klopt, dat het gewoon doorloopt en volgens mij al 3-4 minuten in de zuurtijd zitten. En Bilal mag ingooien. Laatste mogelijkheid van Sparta. Om in ieder geval voor hun nog een puntje te pakken. En Sparta mag inbouwen. Bilal neemt zijn tijd. Veel te veel tijd lijkt mij. Wordt ingegooid. Sturing gaat er wel aan. Leunt over de rug. En de kans. Oh nee, het is Frederiksen volgens mij die de kans. Of Knoop. Die de bal overschiet. Krijgt een beetje geluk. Krijgt hij bij hem. En hij wil hem eigenlijk een beetje lop overdoen met de maten. En hij valt op het net van het doel. Maar hij zag de bal niet aankomen. Hij denkt van ik laat hem overgaan. En dat was in ieder geval de laatste kans voor Sparta om deze stadderby te winnen. Of in ieder geval een puntje gelijk te maken. Maar dat lukte niet voor NEC en doen we aan Tomaten. Samen met Vinik, met het hele team. Maar Tomaten is denk ik voor ons. En dan de ridder zijn voor mij de man of the match die voor NEC zijn om die deze derby misschien gaan winnen. Schijf de bel, feit nog steeds niet. NEC heeft de bal, wou ik zeggen, maar krijgt een beetje hulp. Rosema krijgt wel het blok de bal. Omdat Bilal gewoon de bal naar voren schiet. En het is afgelopen. NEC wint de stadsderby van Sparta-Nijkerk. De kleine broer wint van de grote buren. Zoals je vroeger zei, klein duimpje wint bij de grote reus. NEC wint dankzij een vrije trap van Desmond Sturing. Een streep. Achterwaar schiet hij hem in het net achter Rijnvis. NEC wint de stadsderby met 1-0 van Sparta-Nijkerk.